Een ooglidcorrectie is wereldwijd de meest voorkomende cosmetische ingreep. Lux Clinics is een privékliniek die gespecialiseerd is in zowel cosmetische als medische ooglidcorrecties. We gaan bij hun langs om erachter te komen hoe zo'n ingreep in zijn werk gaat. Kijk maar mee. Nou, er zijn meerdere aspecten waarop iemand een ooglidcorrectie zou kunnen uitvoeren. Je hebt het cosmetische gedeelte en het medische gedeelte. Cosmetisch is het vaak dat heel veel mensen zeggen, goh, ik vind het er storend uitzien, dus ik zou er graag wat aan willen doen. En medisch heb je meerdere klachten die je kunt krijgen, zoals vermoeidheid, zware oogleden, wazig zien, hoofdpijn. En op die manier kun je deze klachten of verhelpen of van tevoren tegengaan. Tijdens een gratis en vrijblijvend consult met de arts worden de mogelijkheden van de arts besproken en ook de wensen van de cliënt. Soms is het nodig om een bovenooglidcorrectie uit te voeren, soms juist een onderooglidcorrectie. En in enkele gevallen is het ook nodig om dan een wenkbrauwlift uit te voeren. Ook kan de arts adviseren om ook de vetkussentjes te verwijderen. De ingreep wordt uitgevoerd door een oogchirurg. Dat is een arts die gespecialiseerd is en gediplomeerd is in behandelingen van oogleden en allerlei behandelingen van oogleden. En in dit geval gaat het om cosmetische oogleden. We blijven op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen doordat we aangesloten zijn bij de medische verenigingen en we zijn ook geabonneerd op allerlei medische vakbladen. De dag van de ingreep, het allerbelangrijkste om iemand mee te nemen. Het kan een partner of een familielid zijn. Die persoon neemt een kop koffie in de wachtkamer. Wij nemen de cliënt mee naar de behandelkamer. Daar maken we foto's. Daar tekenen we eerst af wat we gaan behandelen. We zorgen in ieder geval dat we allemaal operatietenuren aan hebben. Dat de cliënt ook informed consent getekend heeft. Dat hij weet wat hij komt doen. Wij hebben alles klaargelegd, alles mooi steriel. En dan kunnen we zo beginnen met de ingreep. Die behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten, waarna gekoeld wordt met een koelmasker. En daarna kan de cliënt eigenlijk met zijn partner of familielid naar huis. Het is verschillend voor iedereen hoe de eerste paar dagen zijn na de behandeling. Sommige mensen hebben eigenlijk weinig last van zwelling of blauwheid, andere mensen weer wel. Daarom koelen we de eerste 3 dagen, dat is erg belangrijk. Na een paar dagen wordt de cliënt gebeld om te vragen hoe het gaat. 4 tot 6 dagen na de ingreep halen we de hechting uit. Dan kan de cliënt ook beginnen met de littekencreme. En na 3 maanden hebben we een controle, want dan is eigenlijk het eindresultaat te zien. Als kliniek kun je verschillende dingen doen om te verduurzamen, maar dat kun je niet alleen doen. In Nederland moet alles natuurlijk alles veilig en steriel, het moet natuurlijk wel kunnen. Maar als vakgroep en zeker als oogarts zijn we ook bezig om minder afval te produceren op de OK. Maar dat gaat stap voor stap.